Ik ben helemaal verliefd, tot over mijn oren, glundert de realityster als RTL Boulevard haar spreekt. Ik had het nooit verwacht. En als je het niet meer verwacht en niet meer wil, dan gebeurt het gewoon en komt het op je pad. Het is heel erg leuk. De man die Chantal zo gelukkig maakt komt net als zij uit Den Haag. Wie benieuwd is naar haar vent, moet nog eventjes wachten. Chantal wil haar nieuwe lover voorlopig niet met de wereld delen. Uiteindelijk wel, maar niet in het begin nu het nog zo pril is. Ze post hem dan ook niet op social media, bang voor eventuele haatberichten. Dat is niet leuk in het begin. Maar het is heel leuk. Wenkie leeft niet alleen op een roze wolk vanwege de kersverse man in haar leven, ze is onlangs ook oma geworden van een prachtige kleindochter. Dat is weer een hele nieuwe ervaring in het leven, van moeder naar oma, vertelt ze trots. Het is makkelijk, want ik heb geen gebroken nachten meer.